Deze week ben ik weer bij Finesse, samen met Patricia natuurlijk. Zij is op dit moment bij Corve, alweer haar derde meting. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel centimeters ze nu weer kwijt is. En dat krijg ik straks te horen. Kort, einde is in zicht. Patricia is zojuist bij je geweest voor alweer haar derde meting. Ik heb vol spanning zitten wachten. Vertel. Patricia gaat als speer. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Bij de meting die we nu gedaan hebben, nou, zoals je weet, meten we op 3 niveaus. Hè, navelhoogte, het gedeelte erboven en onder. Op alle 3 de niveaus is er gewoon 3 centimeter minder in omvang. Wauw. Ja. Ja, als je die foto ziet, goed. Dat is echt waanzinnig. Ja, ja. 2 weken geleden vertelde je waarom de methode zo effectief is bewezen. Ja. Maar toen vroeg ik me eigenlijk af, weer onderweg hier naartoe. Ieder lichaam is anders, functioneert anders, reageert anders op bepaalde voedingsstoffen, et cetera. Maar is deze methode nou echt voor iedereen? Ja, in principe wel. Wat UltraShape doet is eigenlijk het omgekeerde van lijnen. UltraShape pakt alleen de vetcel aan. Die bemoeit zich niet met de inhoud, hè, maar alleen die vetcel vergruist. Dat is bij iedereen eigenlijk hetzelfde. Wat wel verschilt is natuurlijk de mate waarin je die vetcel weer op kan ruimen. Hè. Dus het opruimproces, dat verschilt per persoon. En waar is dat afhankelijk van? Nou, vooral blijft het toch een kwestie van bewegen en goed op je voeding letten. Dat principe dat blijft altijd staan. Dus we hoeven niet te snijden en we hoeven niet te prikken. We gaan niet opereren, omdat dat opruimproces een heel natuurlijk proces is. Maar heeft het ook te maken met hoe snel iemand stofwisseling bijvoorbeeld is? Ja, zeker. Je ziet wel mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben, schildklierproblemen. Die hebben sowieso een heel andere vetstofwisseling dan iemand die dat niet heeft. En hoe behandel je dat? Dan krijgt hij gewoon meer behandelingen, heeft die persoon nodig? Of? Als iemand diabetes heeft of schildklierproblemen, wat we doen is de tussenperiode wat langer maken, zodat het lichaam meer tijd heeft om die afvalstof weer kwijt te raken. En de kans is dat je inderdaad meer behandelingen nodig heeft. Nou kijk, is mijn vraag ook weer beantwoord. Ja. Dus bewezen methode voor iedereen. Ja, zeker. Ja. Ik ben heel benieuwd straks naar de finale meting van Patricia. Ja, joh, dat wordt echt fantastisch. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. Hartstikke leuk. Dank je wel weer voor vandaag, Cor. Ja, graag gedaan. Patricia, ik hoorde zojuist van Cor dat je maar liefst op alle 3 de meetpunten ook nog eens 3 centimeter kwijt bent. Hoe blij ben je? Ja, super blij. Gaat echt goed. Ja. Vorige keer vertelde je dat je moeite had met de suikers, maar suiker is ook een verslaving. Hoe gaat dat nu? Ja, ik probeer het te minderen, maar het is nog best wel moeilijk hoor. En merk je het al bijvoorbeeld aan je kleding? Of? Ja, ik ben van de week nog eventjes aan het shoppen geweest. Een leuke uitverkoop natuurlijk. Maar ik denk, hup, een maatje kleiner. Yes! Ja, ja hoor, dan stond ik daar in die paskamer. Echt dat helemaal top. Bedankt dat ik vandaag weer met je mee kon. Jij ook. Ik ben benieuwd. Ik zie je over 2 weken. Dankjewel. Groetjes.